Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er trekt nog vrij veel bewolking over Nederland. Dat zijn nog buien, daar zit ook onweer bij. Maar die trekken geleidelijk weg en dan breekt de zon eventjes door en wordt het al vrij snel broeierig. Temperaturen liggen vlot boven de 20 graden vanochtend. Af en toe een klein beetje zon, maar dus ook wel wolkenvelden, wind uit een zuidelijke richting. Vanmiddag worden de wolken dikker en gaan er opnieuw regen- en onweersbuien ontstaan. Dat kunnen weer pittige exemplaren zijn met lokaal flink wat regenwater. 24 tot 27 graden, broeierig warm. Met een wind die langzaam naar het zuidwesten begint te draaien. Vanavond is de wind bij zee vrij krachtig. Ook dan hebben we nog een laatste onweersbui. Maar op de meeste plaatsen wordt het toch weer steeds vaker droog. Het is nog steeds zacht met 22 graden. Morgen wordt het 20 tot 23 graden. Met vrij veel wolkenvelden, af en toe een beetje zon. En toch ook nog steeds kans op een enkele bui. Maar de eerste hoeveelheden zijn wel minder groot. Voor zondag staat wat rustiger weer op het programma. Maar voor de zon. Ik weet het niet. Ik denk dat er toch niet heel veel ruimte voor is. En helemaal droog zal het ook niet zijn. Maandag is de regenkans weer groter. En ook dinsdag is het zeker niet droog. 20 graden op de thermometers, dat is ongeveer het maximum. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.